Stanley Menzo, oud-doelman van Ajax, PSV, Lierse SK, Girondin, Bordeaux en het Nederlands elftal. Op ons verzoek vergelijkt hij in aanloop naar de clash van zondag Jasper Sillissen en PSV-keeper Jeroen Zoet. Maar eerst zijn voorspelling van de wedstrijd. Ik denk dat de titel wordt beslist aankomende zondag. Als je het over het hele seizoen bekijkt, is PSV wat stabieler, wat sterker, wat volwassener dan Ajax. Dus wat dat aangaat, is PSV op dit moment in het voordeel. Maar ja, het is voetbal. En PSV speelt deze week Champions League voetbal. Je weet niet hoe ze daaruit komen, fysiek, maar ook mentaal. Dus dat zijn factoren die wel meespelen, denk ik, aankomende zondag. Stanley Menzo begon zijn succesvolle keeperscarrière bij Ajax. Onder Johan Cruijff brak hij in 85 door en was hij 8 jaar lang de vaste doelman van Ajax. Hij won 3 landstitels, 3 bekers, de Europa Cup 2 en de UEFA Cup. In 94 vertrok hij naar PSV, waar hij 2 seizoenen speelde en de KNVB-beker won. Menzo is vandaag de dag onder de indruk van de doelmannen van Ajax en PSV. Beide hebben zich goed ontwikkeld de laatste jaren. Beide beheersen de Nederlandse keeperstijl, zoals ik het maar ga noemen. Ik denk dat Jasper op dit moment het voordeel heeft dat hij op een hoger podium al heeft laten zien dat hij een hele goede keeper is. Hij heeft een WK gespeeld. Op dit moment laat Zoet het op Europees niveau laat hij zien dat hij het goed doet. In dit geval heeft Jasper denk ik wel een voorsprong. Ik denk dat ze allebei vrij onround zijn. Ik denk dat Zoet, ik vind hem op de lijn heel sterk. Daarbuiten is het wat iets meer behoudende keeper dan Jasper. Dat heeft te maken met de speelstijl van Ajax, die vaker op de helft van de tegenstander speelt dan PSV, die vaker op een eigen helft speelt. Dus daar heeft het mee te maken, maar ik vind ze allebei redelijk allround. Ze lijken niet op elkaar, vind ik. Ook qua postuur. Ik denk dat Zoet iets groter is dan Jasper. Of iets forser. Maar qua uitstraling doen ze niet voor elkaar onder. Top Nederland, dat zijn ze al. En nu is het aan hun om top Europa, top wereld te worden. En op den duur zullen ze dus ook internationaal top moeten zijn, stabiel moeten zijn. Dat is de potentie en die zit erin. Ik denk dat op dit moment Jasper een half puntje voor heeft op Jeroen Zoet. Voor mij 7,5. Dan hebben ze er nog genoeg rek in om naar de 98 te gaan. Mooie cijfers voor de doelmannen van Ajax en PSV. Morgen vergelijkt Marciano Vink de verdediging van beide clubs.